Ja, we zijn hier vanmorgen bij Jetsen van Dijk. Als ik het goed heb, is het vandaag 8 maart. Op een zaterdagmorgen. En we zijn hier bij een jeugd-judo-toernooi. Met ongeveer 260 deelnemers. Maar Jetsen van Dijk kan het zelf beter uitleggen wat het precies inhoudt. Het is een judo-vaderstoernooi, een opstaptoernooi voor beginnende judoka's vanaf de gele en de oranje banden. Dus het zijn de beginners die wat ervaring moeten doen op wedstrijdgebied. En als ze dan maken ze wedstrijden, allemaal, 4 wedstrijden maken ze allemaal en dan kunnen ze punten halen. En met iedere 50 punten krijgen ze een medaille, maar een faantje krijgen ze altijd voor deelnemen. En de deelnemers, waar komen die vandaan? Komen die hier uit de regio of Overijssel? Hoe moet ik dat zien? Het is allemaal om kampen heen, allemaal bevriende sportscholen. Zoals Vincent Boot uit Zwolle is een hele goede collega, maar die kwam met 110 man binnenstappen. Dus dat schiet je hard op. We hebben zelfs 60, 70 kinderen. En ze komen uit Joure, Leeuwarden, Joure, Sneek vandaan en uit de polder allemaal. Maar als we willen kunnen wij 500 hebben, maar dat kunnen we niet plaatsen in de dag. En de leeftijd, waar moet ik dan aan denken? Ja, vanaf 6 jaar. 6, 7, 8 jaar is het nu. En die gaat door tot 12 jaar. Het ligt aan de band wat ze hebben. Want een jongetje die met 12 jaar begint, kan ook een gele band hebben. Maar met 14 jaar ook. Maar ook met 6 jaar. Dus dat wordt ingedeeld in gewichtsklassen en in leeftijd wordt ingedeeld. Maar dit zijn echt de jongeren die echt ermee beginnen. En dit zijn ook echt eventuele potentiële judoka's voor de toekomst. Dat hopen we. Maar we maken gewoon een leuk feestje ervan. Dus iedereen krijgt het prijsje. Dus iedereen heeft vandaag een hele leuke judodag vandaag. Jetsen, mag je hartstikke bedanken voor dit interview en nog een hele fijne zaterdag. Ja, we gaan door tot 5 uur, dus we kunnen nog wel even. Dankjewel. Ja, ik ben hier met Marcel Kuijer. Dit is eigenlijk de grote man van het geheel vanmorgen, die het heel geheel georganiseerd heeft. Hij zal zelf uitleg geven over het geheel en hoe het in het verleden was en hoe het nu is. Ja, in het verleden hadden we nog niks. Dit is 1,5 jaar geleden is dit ontstaan. Om voor de breedte sport, voor de kinderen die geen wedstrijden doen, wat meer op laag niveau, laagdrempelig niveau, toch wedstrijdjes te kunnen gaan doen met een paar bevriende sportscholen. Dat is begonnen met een mannetje of 90 en we zijn 1,5 jaar verder nu en het zijn nu 260 man geworden. Dus het begint erg leuk groot toernooi te worden. En ja, de kinderen vinden het ook leuk en dat is het belangrijkste. Maar het is niet echt voor de wedstrijdsport, als ik het goed begrepen heb. Nee, het is echt voor de recreatieve judoka die het af en toe eens een keer leuk vindt om een wedstrijdje te doen. Dus het gaat ook niet om de prijzen, het gaat ook om punten te verdienen. Dus er is ook niemand die verliest, want iedereen die krijgt zijn punten. En jullie hopen natuurlijk wel dat ze doorgaan in de recreatie dan naar het officiële judo, of niet? Voor de jongens die het echt leuk vinden is de stap wat makkelijker te maken om dan naar de wedstrijden te gaan. Ja. Als ik zo zie wat er binnen staat en de sfeer, het is gewoon hartstikke leuk, ontspannen. Op een zaterdagmorgen, dus heel veel mensen hebben toch wel de stap genomen om hier naartoe te gaan met hun kinderen. Ja, maar dat hoor je ook. Het is gezellig en daarom begint het ook steeds groter te worden. En dus aan de andere kant is het ook weer het gevaar. Het moet niet te groot gaan worden, want dan is het ook niet gezellig meer. Nou, en voor de kinderen is het natuurlijk perfect. Dan zitten ze niet te gamen en van allerlei dingen te doen. Ze kunnen beter met hun lichaam wat gaan doen. Ja. Dat vooral. En als het dan ook nog eens een keer leuk is. De kinderen, je ziet het ook, kinderen van andere sportscholen die elkaar al een paar keer gezien hebben, die zeggen ook elkaar. Die zitten te spelen naast elkaar op de mat. Dus ja, dat gaat ook gewoon heel erg leuk. Mag je heel veel succes toewensen en nog een plezierige dag verder. Dat gaat helemaal goed komen, dankjewel.